Sparta in de vertrouwde kleuren kreeg de afgelopen 3 wedstrijden telkens 4 doelpunten tegen. IJsselmeervogel scoorde in 2018 nog niet en ontsnapt hier aan de achterstand als Davy zo door de paal raakt. Justiana met de ingooi, die vindt Olijfveld. Vriends is weg en het is 1-0 voor IJsselmeervogels. Robert Olijfveld, hij maakt zijn 8e van het seizoen. En de eerste van 2018 voor IJsselmeervogels, dat 0 punten haalde nog in dit kalenderjaar. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. IJsselmeervogels kan de ploegen onder de streep op een wat grotere achterstand zetten. Maar weet ook dat het bij een nederlaag tegen Jong Sparta diezelfde ploegen wat dichterbij ziet komen. Davy Soglu, die doet dit heel knap en die maakt gelijk. Dat doet hij 6 minuten voor rust. Ibrahim Davy Soglu. Een goede actie van die spits. Die laat hier Jeffrey Buitenhuis staan. Buitenhuis centraal. Omdat de Jeroen Markiek na zijn rode kaart van vorige week tegen AFC een schorsing van 5 wedstrijden heeft opgelopen. Na rust verwacht je dan IJsselmeervogels. Maar Sparta komt invaller Paco van Morsel. 8 minuten naar rust en dan is het 2-1. En de Spartaanse belofte. Eerder dit seizoen speelden ze al 1-1 bij IJsselmeervogels. Die komen hier op voorsprong. En dan moet IJsselmeervogels. Via Usturk. DVS 33 is volgend jaar zijn nieuwe ploeg. Invaller Barry Powell met de 2-2 op de schoen. Maar Powell doet iets wat hij niet zo vaak doet. Kan ze missen. Hij krijgt er dit seizoen ook niet zoveel. Omdat hij door Leushuis, de trainer van IJsselmeervogels, nogal veel op de bank wordt gehouden. 2-1 dus nog altijd voor Jong Sparta. Dat hier 3 minuten voor tijd weer aanvalt. Dat is een overstapje. Dan is doelman Schaap ook uit positie. En maakt Van Morsel zijn 2e van de middag. En verliest IJsselmeervogels in Rotterdam. En ziet het de ploegen onder de streep dichterbij komen. En dat is een lelijke tegenvaller voor de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg.